Dankjewel. Graag heet ik u allen hier op deze natte zondagmiddag welkom bij het derde Deinzicht-gesprek van ons tweede seizoen. Een bijzonder welkom uiteraard aan Rozanne Herzberger, microbioloog en schrijver met wie Ad van Nieuwpoort zo dadelijk in gesprek gaat onder de uitdagende titel Geloof in de wetenschap. U weet, de Deinzichtkerk wil naast een vertrouwde plek voor de wekelijkse kerkdiensten ook een huis zijn van inspiratie, reflectie en ontmoeting voor wie streeft naar verdieping en nieuwe perspectieven. En daartoe gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met prominente sprekers om wat hen drijft en die in het publieke debat een belangrijke rol spelen. En de behoefte hieraan neemt alleen maar toe door alle crises waarmee we helaas worden geconfronteerd. Corona als pandemie is gelukkig verleden tijd, maar sindsdien stapelen de problemen zich alleen maar op. De oorlog in Oekraïne, de onzekerheid over en betaalbaarheid van de energievoorziening, de torenhoge inflatie, stikstof en klimaat, maar ook de bezorgdheid dat onze samenleving en instituties vastlopen. Het teruggelopen vertrouwen in de overheid en de politiek, maar ook in wetenschap en media. Dit soort thema's willen wij bespreken in de Deinzichtgesprekken. In september hadden we Barbara Baarsma, econoom, en in oktober de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, over het thema Is Nederland nog bestuurbaar? Volgende maand, zondag 11 december, is de laatste Deinzicht-kerk-Deinzicht-bijeenkomst van dit jaar met Esther van Venema. Die heeft recent een boek geschreven, Het verlaten individu. Ook alweer een actueel thema. Zij is psychiater en columniste in Trouw en de Volkskrant. En richting kerstmis lijkt dit een geschikt thema om op te reflecteren. Maar vandaag spreekt Ad van Nieuwpoort met Rozanne Herzberger, wetenschapper, schrijver, NRC-columniste. Zij schreef onder meer het boek Het grote niets, waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap. En in de NRC heeft zij een column, vaak prikkelend, over een breed scala aan onderwerpen. Recent nog over hoe mede door de anonimiteit op sociale media een giftig klimaat is ontstaan in politiek en openbaar bestuur, maar ook in de wetenschap en media. En in een ander column hoe experts nogal eens slecht zijn in voorspellen. Kijk naar de coronapandemie of de inval in Oekraïne. Ze knikt bevestigend. Kortom, genoeg redenen om uit te zien naar het komende gesprek. Voor de goede orde nog even de gebruikelijke praktische punten. Bij binnenkomst hebt u een kaartje kunnen krijgen waarop u desgewenst een vraag kunt opschrijven die we in de korte pauze rond 16:30 ophalen, waarna Ad van Nieuwpoort daarmee aan de slag gaat. Op dat kaartje kunt u ook uw e-mailadres opschrijven voor het geval u graag op de hoogte wil worden gehouden vanuit de kerk hier over onze bijeenkomsten. Na het gesprek vanmiddag is er meet en greet om na te praten in de kapel hiernaast. Daar is het nog iets lekkerder warm dan hier. Zoals bekend wordt geen bijdrage voor afgevraagd, maar is de toegang uw gift na afloop. Ten slotte wil ik graag Koen van der Linden bedanken, die achter de vleugel vanmiddag zorg draagt voor de muzikale omlijsting. En dan geef ik nu graag het woord aan Ad van Nieuwpoort in gesprek met Rozanne Herzberger. Dank u wel. Wil je wat water? Is dat misschien fijn? Ja, graag. Goed. De wijn komt zo meteen. Wat goed dat je er bent, Rozanne. Ik heb daar zeer naar uitgekeken. Wij troffen elkaar bij de opening van het academisch jaar. Toen jij een prachtig verhaal hield bij de Protestantse Theologische Universiteit over de relevantie van de theologie. Ik was meteen geïnspireerd. Maar natuurlijk ook vooral door jouw dwarse columns. We elke keer weer op een ander been gezet worden dan wij stonden. Dus het is heerlijk dat je er bent. Even eerst maar het provinciale nieuws. De mediaheld Matthijs van Nieuwkerk is van zijn voetstuk gevallen. Je hebt daar regelmatig aan tafel gezeten. Heb je daar iets van gemerkt?
Het is heel grappig hoe dit al meteen een soort talkshow is, waar je ongeacht welk onderwerp je aanschuift, ook even wordt gevraagd om op het nieuws te reflecteren. Ja, zeker, maar dat doe je namelijk elke week. Ja, het is toevallig expert. In deze zaak. Nee, ja, wat ik daarvan vind. Ik heb er zelf nooit iets van gemerkt. Nee. Wij waren geen goede vrienden, laat ik zeggen. Ik vond het prettiger werken met iemand als Jeroen Pauw of Eva Jinek. Oh ja. Maar ja, ik vind het heel ernstig. En ik ben hier best wel van geschrokken. Ik ben ook geschrokken van de apologeten. Dus hè, de mensen die zeggen van, ja, maar het is topniveau en het is, als je aan de top wil staan, if you can't stand the heat, hè, get out of the kitchen. En dat hoor je dan vaak. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want er zijn een heleboel mensen die bewijzen dat je gewoon aardig kan doen, ook als je aan de top staat. Ja. En het enige verschil is dat als in de subtop, als je mensen daar in het gezicht schreeuwt, aan plein publiek, dan krijg je op een gegeven moment een personeelsprobleem. Terwijl in de top staan er altijd een leger mensen die er weer bij willen horen of aan dat programma willen bijdragen, omdat je zo'n iconisch programma maakt. Ja. Dus dan kan je het je veroorloven en dan is er ook op een gegeven moment niemand meer om je heen die zegt, hey, je bent echt een klootzak geworden. Je moet je echt eens even een beetje gedragen, want je gedraagt ze op dit moment als een kleuter. En ja, dit kan je gewoon niet maken. En er is dus niemand geweest in zijn omgeving. Hoe komt dat eigenlijk, dat iemand dat doet? Angst? Is dat angstcultuur? Status. En dat zie je, ja. Gewoon macht. Okay. Gewoon op een gegeven moment kun je dingen zo naar je hand zetten. Heb je zulke, ik ga niet meteen al de hele tijd schelden, maar Maar is het ook niet een beetje een toestand dat we nu allemaal als aasgieren op die Matthijs van Nieuwkerk afkomen en hem meteen ook als, want dat is natuurlijk een beetje in onze cancelcultuur en als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, dat we meteen iemand helemaal zwart maken en reduceren tot een grote duivel, vind je dat niet ook heel problematisch? De vraag is, en dat vind ik een relevantere vraag, waarom wij pas 10 jaar, 15 jaar na dato dit soort verhalen horen? Waarom? Ja. Want NRC Handelsblad had dit ook wel graag willen opschrijven, hoor. En weet je, het is best ongelooflijk. En hoeveel mensen anoniem willen blijven. Hoe moeilijk het is om dit soort verhalen te maken. Wat terwijl zegt het dat gebeurt. Dus? Wat zegt dat? Dat er een grote angstcultuur is. Dat er mensen met macht, is het heel eng om daar tegen in te gaan. Want je wordt, als je als individu dat doet, dan word je gewoon makkelijk zwart gemaakt. Hmm. Of van, ja, maar if you can't stand the heat. Zij was altijd al een beetje, weet je wel, wordt er dan gezegd. En dus met z'n allen, je hebt het bij een heleboel plekken gezien. Je moet even met z'n allen handjes vasthouden en op een gegeven moment iets doen. En dat zie je gewoon te weinig gebeuren in organisaties. En ja, ik denk dat iedereen wel iemand kent die ergens een zo'n, ja, pardon my French, maar een klootzak aan de top heeft staan. Ik ben zelf in de VS, ben ik tijdens mijn postdoc, ja, heb ik met een man gewerkt die ook driftaanvallen had. Daarom hebben wij de VS verlaten. Omdat, dat werd me te heet onder de voeten. Ik vond dat echt te eng worden. Gaat het ook niet te veel uit, daar gaan we het over ophouden hoor, van dat dingen allemaal kreukeloos kunnen. Ik bedoel, we hebben ook zo'n heel onderzoek nu net gehad van de Volkskrant over Mike Spijkers. Onze uitgever was natuurlijk ook 5 pagina's groot. Ja. Waar iedereen ook weer wat van vond. En nou ja, de volgende staat te wachten. Komt dat niet een beetje voort vanuit het idee dat blijkbaar dit soort dingen zo helemaal alleen maar harmonisch kunnen? En ga even aan de andere kant houden. Nee, heel goed. Ja. Er is een behoorlijke grijsschaal tussen iemand publiekelijk te schande vernederen, ja, zoals Matthijs van Nieuwkerk deed. Maar Spijkers had daar ook een handje van. En als het een beetje stressvol wordt en je wordt een keer boos op iemand of je valt een keer uit en achteraf zeg je, hey, dat had ik niet zo moeten doen. Hmm. En ik ga even wat meer slapen en wat minder werken, want ik kan dit niet zo. Dit kan ik niet maken. Nee. Nee, en dat is, dat iemand is, als ja, Mai Spijkers geldt dat precies hetzelfde voor. Ja. Dus enorme prestige. Ik bedoel, elke dag zo'n programma maken. Het is natuurlijk ook bijna, wat vragen we van mensen? Ja, maar hè? Arjen Lubach. Maar geen, ja, maar ja, Arjen geen, Lubach en Jeroen Pauw en Eva Jinek en Humberto. Die schreeuwen ook hun mensen niet uit. Nee. Je kunt gewoon. Dat weten we aardig nog niet, hè? Dat en voor alle. Dat gaan we misschien ja, nog wel horen. Ja. Nou ja, ja. Ja, nee, maar helder. Ja. We willen jou graag wat beter leren kennen voordat we naar het onderwerp geloof in wetenschap gaan. Ik las jouw aangrijpende, moet ik zeggen, 5 mei lezing van een paar jaar geleden.
En ik las daar over jouw grootmoeder, die, als ik het goed heb geteld, 6 kampen heeft overleefd. Ja. En waarin je dus ook zegt in deze lezing, hè, van die zwaarte van Auschwitz, die draag je met je mee. Die in die hele Joodse gemeenschap. Hè, dat is in Amerika zo, dat is in Nederland zo. En toch is de titel van jouw lezing, Ik kies voor optimisme. Ja. Waar komt dat optimisme vandaan, Rosanne? Nou, dat weet ik niet precies. Ik betoog ergens in die lezing, dus ik heb een beetje een wonderlijke Joodse familie, ook eigenlijk niet zo wonderlijk in Nederland, maar de ouders van mijn vader hebben allebei, de ouders van mijn vader zijn pas na de oorlog getrouwd. Mijn opa was getrouwd eerder, maar zij is vermoord. Ja. Dat waren 2 verschillende gezinnen, 2 verschillende Joodse gezinnen in Nederland. Mijn oma's gezin gevlucht uit Polen, een beetje de route Moskovits, zeg maar. En mijn vader, mijn opa's gezin, echte Rotterdammers. Nee. En zij zijn allebei niet ondergedoken en ook niet gevlucht. Nee. En ze hebben het allebei overleefd, want dat is toeval. Mijn opa heeft daar baat bij gehad, dat hij was arts-bacterioloog, dus hij kon werken, hij was nuttig. Hij zat ook in de verwarmde laboratoria en werkte in de labs van Auschwitz en Dachau. Ja. Ja. Maar mijn grootmoeder, dat is echt geluk geweest, want zij was gewoon eigenlijk een meisje. Ja. Ik denk dat dit optimisme zit aan 2 kanten in mijn vaders familie en in mijn moeders familie trouwens ook. Maar het zeggen, het niet vluchten en het niet onderduiken. Dan zeg je eigenlijk, misschien waait het over, het zal wel niet zo vaart lopen. Dat is een soort optimisme. Ja, eigenlijk, hè, heel erg misplaatst optimisme. Ja. Laten we dat even meteen wel zeggen. Dat is echt een hele grote fout geweest. Ja. Een hele dure fout ook. Maar ik kies voor optimisme omdat, volgens mij kan je niet anders. En zeker als Jood in Nederland en als met een jong gezin. Ik ben opgegroeid met heel erg die dreiging de hele tijd. En er wordt telkens weer, alles wordt is een soort, altijd een antisemitisch element. Ja. Het is niet leuk om de kanarie in de koolmijn te zijn, laat ik het zo zeggen. Dus er zit een hele negatieve connotatie aan. En toen ging ik naar de Verenigde Staten. En daar zag ik ineens een bepaald soort lichtheid en frivoliteit die ik niet kende uit de Nederlandse Jodendom. Want ja, je hebt daar geen holocaust gehad. En daar was wel degelijk geweld. Hè? Dus de Ku Klux Klan voerde aanvallen uit, vermoorde mensen. Maar het was daar een stuk lichter en meer zelfvertrouwen. Omdat het verband met de holocaust niet zo kon worden gelegd? Is dat het? Is dat, ja, was het daarom, omdat die dichtheid? Je heel weinig mensen hebt die het die dat hebben meegemaakt. Dus er is maar een paar procent van de, terwijl er wel geweld is en antisemitisme is enzovoort. Ja, maar daar, het was echt anders daar. Ja, hier is antisemitisme of geweld of dreiging is altijd op de schaal Auschwitz. En daar niet. En toen, wat ik ook bemerkte was dat ik dacht, ja, er is nooit een aanslag geweest. En als je vraagt, waar komt het antisemitisme dan vandaan? Nou, waar komt het niet vandaan? Het komt van Engelse Labour, het komt van rechts, het komt van Forum, het komt van de Ku Klux Klan en de White Power mensen, het komt van de moslims, het komt van de, weet je, het komt overal vandaan. Dus je zou je heel bedreigd kunnen voelen de hele dag? De hele dag, ja. Maar je kiest ervoor om dat niet te voelen? Nee. Kan dat? Dat lukt jou? Ja. Nou, en ik wil vooral ook mijn kinderen niet grootbrengen als 4e generatie slachtoffers. Ja. Ergens wil ik die koffers gewoon even neerzetten. Zeggen, er is dreiging en het is altijd, er is altijd wat antisemitisme hier en daar. Maar ik geloof niet. En het andere is, ik zag geen antisemitisme met macht in Europa. Nee. Dus het zijn allemaal terroristjes en aanvallertjes en zo. Ik zie geen wezenlijk antisemitisme in de Tweede Kamer. Niet bij de politie, niet bij de bestuurders, niet bij de rechters, niet bij de, noem maar op. Nee. Mensen met macht zag ik niet zoveel antisemitisme. En zie je dat veranderen? Nou ja, Forum zit nu in de Kamer en dat is natuurlijk de grote vraag. Ja.
Niet zozeer vraag, maar dat is, ja. Maar De vraag of het daarmee ook niet in de Kamer zit, zou je zeggen. Dat nou, het zit waarschijnlijk wel in de Kamer, maar ja. het is zo, wij hebben het dan continu over het antisemitisme, terwijl we al, hoe lang, 20 jaar, een van de grootste partijen in de Kamer, concreet anti-moslim agenda heeft. Ja. Mijn oma Jenny die waarschuwde daar altijd voor. Want die ging uiteindelijk ging ze de Marokkaanse omaatjes in de buurt in Weesp ging ze Nederlands leren en zo. En dan zei ze altijd, wat er over moslims wordt gezegd. Ja. Daar moet je misschien nog wel wat verontrustender over zijn. Maar goed. Wat Grunberg ook natuurlijk zegt. Ja, hè? Dus, ja, precies. Dus het is een keuze om optimistisch te zijn. Ja. Tegelijkertijd pak jij natuurlijk heel erg de rol om heel kritisch te kijken naar wat er gebeurt. Dat komt ook misschien wel voort uit dat optimisme. Dus dat je ook erin gelooft dat dingen anders kunnen. Want dat is een optimisme. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ik ben, dat het anders kan en dat het ook zin heeft. Hè? Ja. Ik ben de afgelopen weken, moet ik wel eerlijk bekennen, ik weet niet of u het leest. Misschien zit lees u hier. Allemaal jouw zit u hier omdat u het leest, ja, ben ik absoluut. Wel wat negatiever. Zeker. Ja, ben ik ja. wel wat negatiever. Nee, dat is waar. Ja. Zeker. Ja. Ja, wel wat negatievere columns. Er waren lezers ook wel een beetje doorgeschrokken eigenlijk. Ja. Dus, maar ik denk dat daar wel... Ja, het is niet positivisme omdat het moet. Maar specifiek over antisemitisme wilde ik optimistischer zijn. Ik word de hele dag... Ik word de hele dag gevraagd over rechtsherstel. Hoeveel moet de NS betalen? Ja. Want dat moet rechtgezet. Weet je wel wat de NS heeft gedaan? Een monument. Oké, er komt rechtsherstel. Dan komt er geld voor een hele kleine Joodse bevolking die behoorlijk vermogend is. Sorry, dat is een antisemitische trope. Maar het is, dus ja, ik zie geen grote sociaal-economische problemen, laten we zeggen, binnen de Joodse gemeente. Jij wordt daarop bevraagd, zeg je. Dan moet het steeds over gaan. Dan komt er ontzettend veel geld. Dan zeg je, waar gaan we dat dan uitgeven? Ja, nieuwe monumenten, holocaustonderwijs. We moeten mensen misschien... Tripjes voor scholieren of Feyenoorders die iets achterlijks... of Hagenezen die iets achterlijks hebben gemaakt. En wat vind je daarvan? Ja, god. Alsjeblieft zeg. Ja, we zijn de hele tijd een soort van de bewakers... Dus daar moeten we over ophouden. Dus, Nee, dat hoeft ook weer niet. Maar ik wil die koffers neerzetten. Ja. Ik wil Chanukka vieren, daar ben ik ook mee bezig. Een zeepbellenmachine voor de kinderen voor met Chanukka. Dat vind ik veel leuker. Maar dan toch nog even toch die Joodse achtergrond. Zeepbellenmachine is trouwens als je jongere mensen binnen wil hebben. Vooral kleine kinderen. Dan moet je gewoon een zeepbellenmachine aanschaffen. Zeepbellenmachine. Ja, dat is 50 euro of zo. Dan zet je gewoon aan en dan... Dat doen we altijd met Pinksteren hier. Ja. Ja. Goed. Nee, maar even jouw Joodse achtergrond. En, jij was de gast bij Zomergasten. En toen werd daar ook zo heel nadrukkelijk naar gevraagd. Toen gaf je eigenlijk aan van, nou, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet zo over hebben. Maar mag ik het toch vragen, Rozon? Hoe belangrijk is die achtergrond voor jou? Welke rol speelt die in jouw leven? Vraag toch? We hadden het afgesproken, hè, dat ik hem zou vragen. Ja. Het is een belangrijk deel van mijn identiteit, denk ik. Ja. Ja. En ik voel ook wel een soort van, dat komt ook wel weer uit die negatieve of verdrietige geschiedenis, ook wel een soort van verantwoordelijkheid om dat voor te zetten. Ja. Hè? We zien, de Joodse gemeente blijft het moeilijk houden, maar als het hier een beetje vergrijst, dan is dat toch misschien anders dan als de Joodse gemeente een beetje vergrijst. Mm-hmm. Dat je denkt, oh, die volgende generatie, die moet er echt komen. Dat voel je ook als een verantwoordelijkheid. Ja, weet je wel. Ja, en ook in die lijn voed jij ook jouw kinderen op? Of, want jij bent een gesprek. Ja, met man, dwang. Heb jij met dwang, hè? Dus ja. Je moet. Ja, no issue. Nee, dat helpt altijd heel goed. Ja. Jullie voeden je kinderen Joods op? Of, Ja. Hoi? Nou, ik had mezelf tot doel gesteld dat als ze later groot zijn de vraag krijgen of ze Joods zijn, dat ze ja. Daarop bevestigend beantwoorden. Ja. Dat leek me wel een mooi doel. Ja. Maar ja, wij hebben al, het is een belangrijk deel in ons gezin. We hebben een Joods gezin. Op Shabbatavond hebben we een kleine kiddush, een kleine zegening over wijn en kaarsen en kinderen en katten en, nou ja, goed. We zegenen wat af bij elkaar. En ik ga naar Sjoel en ik ben op de hoogfeestdagen in Sjoel, vaak ook hier in Den Haag. Jouw vader is voorzitter van de Rotterdamse Sjoel. Ja. Dus het is een belangrijk deel. Ik hou heel erg van zingen en ik hou heel erg van, dus ik ga nu ook een heel klein beetje die dienst leren zingen. En ik hou heel erg van
Wat wij independent minyanim noemen. Een minyan is eigenlijk minimum. Ja, jij weet dit. Maar... Tien jaar, maar de mensen niet. Weten jullie dit? Wat een minyan. Een minyan is een soort minimum, een soort quorum in het jodendom. Dus 10 volwassenen. Bij de orthodoxie tellen ze dus alleen maar de mannen mee. Dus dan zitten ze letterlijk zo. 1, 2, 3. Dat je echt denkt, nee, dit kan niet. Maar een. Kijk, dan krijg je nog weer een allerlei... 10 mensen. 10 mensen nodig, zie je. Jullie kennen de Bijbel altijd beter dan ik, dat is ook grappig. Ja, dat is maar de vraag. Ja. Ja, dus je hebt een soort huiskamerbijeenkomsten. Ja. En ik hou erg van, ik wil je niet beledigen, maar religieus amateurisme. Amateurisme? Ja, gewoon mensen die wat bij elkaar verzinnen. Van, zo moet het. Nou ja, toch. Maar dit zijn... Want jij zegt identiteit. Is dat het vooral? Of is het ook dat je zegt... Ik word ook echt geïnspireerd door die verhalen. Ik word geïnspireerd door de Torah. Of, You're getting close there. Nee, ik heb destijds tegen Janine Abbring gezegd... Die trouwens als enige echt tegen Matthijs van Nieuwkerk in verweer kwam. Oké. Overigens. Maar even dat, ik heb tegen Janine Abbring... Die vraagt dan aan mij... Maar geloof je ook? Ja, precies. De christelijke familie van mijn christelijke schoonfamilie, dat was ook een van de eerste vragen. Dus toen kwam Arjen, mijn man, die kwam voor het eerst mee naar Pesach, naar de seder. Wij hebben een familie seder. Dus jullie weten allemaal wat een seder is. Ja, dat is een maaltijd met matzes en zo. En, en zijn broertje, die is dominee, en die vroeg... Geloof je in God? Maar ja, hij vroeg aan Arjen, maar is het echt, zeg maar... Oh ja. Snap je? Is het... Typisch christelijke vraag trouwens. Ja. Vreselijk. Dus Arjen is ook... goed. Ja. Dus dat vroeg ze nu nou brengen aan mij. En dan zeg ik, ja, dat vind ik een impertinente vraag. Ik bedoel, en waarom was dat dan ook weer een impertinente vraag voor jou? Nou ja, ik vind het zo intiem. Het is een beetje als vraag wat je zoal met je partner in bed uitsprookt, vind ik. Ja. Weet je, je krijgt de gekste vragen. In interviews, moet je maar eens lezen. In De Groene of in HP De Tijd. De vraag is gewoon aan mensen, wat zijn je grootste dromen? Wat zijn je grootste angsten? Welke nachtmerrie heb jij vaak? None of your business. Waarom zou ik dit antwoorden? Dus laat ik het zo zeggen. Het is tussen mij en God. Ja, goed. Nee, maar helder. Maar we hebben natuurlijk deze bijeenkomst geloof in wetenschap genoemd. Jij bent wetenschapper, je bent microbioloog. Daar weet ik helemaal niks van, maar daar weet je alles van. Waarom heb je eigenlijk voor die studie gekozen? Waarom koos je voor microbiologie? Ja, lastig. Want je bent een heel talig mens ook. En, zou zeggen... dat is geen echt beroep natuurlijk. sorry. Mijn opa was bacterioloog en mijn tante was microbioloog, veterinair microbioloog. Dus vanuit de diergeneeskunde. Dat is toch niet de reden om zelf dat toch ook... Was je daar toch gefascineerd wat zij deden? Ja, ik was er toch wel door gefascineerd. Nou, ik had een profielwerkstuk gedaan. Ik was een proefkonijn van de tweede fase. Hè. Mijn jaar was het eerste. Wij gingen hier rellen omdat we het niet mee eens waren hier in Den Haag. Malieveld, ik weet niet... Met als leider van het LAC, Siebert van Linden, organiseerden wij een groot protest tegen die tweede fase. In de tweede fase zat een vak overstijgend profielwerkstuk. En dan had ik een hele enthousiaste scheikundedocent. En die liet ons asparaginezuur maken in een chemisch proces. En asparaginezuur is een van de aminozuren. En het idee is dat de aarde, het leven op aarde moet ooit ontstaan zijn. Eiwitten zijn de basis van het leven. Dat zijn eigenlijk de biochemische katalysatoren die zorgen dat reactie vindt hier niet plaats, maar in onze cellen wel, omdat we enzymen hebben en eiwitten. Nou, om die te bouwen heb je 20 aminozuren nodig en asparaginezuur was er één van. En er was een theorie dat dus het leven op aarde zou zijn ontstaan door uit een oersoep, uit een soort oorspronkelijke soep van... chemicaliën die aanwezig waren op de vroege aarde, dat daar door een soort lichtflits of een ammoniumreactie asparaginezuur uit zou zijn ontstaan. Nou, dat hele experiment mislukte en achteraf bleken ook alle aannames waar het op gebaseerd was, die bleken een beetje niet echt waar. Dat is ook wetenschap. Maar het fascineerde mij zo dat de chemie van het leven, dat je dat gewoon kan maken. Dat is gewoon de biochemie eigenlijk. Dus het leven draait op chemie. Dus dat leek me wel heel erg tof om dat te gaan studeren. Dat heb ik gedaan. En dat fascineert me nog steeds. Ja. Maar jij bent niet binnen de academie blijven werken. Je bent geen hoogleraar geworden. Je hebt ervoor gekozen om
ja, toch vooral ook te schrijven. En dat is, ja, je doet nu 1 dag, geloof ik, hè? Of, ja. Ja. Ja, ik heb mezelf in dienst genomen 1 dag in de week. Vrije, ja. Vrije Universiteit Amsterdam. Ja. Nou, ik wilde ooit, nou, dat weet ik misschien nog wel nog steeds, maar richting dat hoogleraarschap. Oh, toch, ja. Ja, maar ik werd, tijdens mijn postdoc in de VS ging het dus een beetje mis. En liep ik tegen de verkeerde mensen op. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, ik vind het eigenlijk het, allebei doen vind ik het leukste. Het snijvlak tussen wetenschap, ja, en publieke opinie of zo. Ja. Zo? Ja. Ja, en het is een beetje, als ik geen wetenschap doe, dan ga ik experimentjes in elkaar knutselen aan de keukentafel. En als ik geen column schrijf, dan ga ik tegen de radio roepen aan de keukentafel. Dus ik, die twee dingen die horen gewoon bij mij en ja, die horen, ja, er ook, ja, samen bij. En het was ooit dat ik het opinieren, het is niet echt schrijven, hè, de talige. Ja, nou ja, mijn man, Arjen van Velen, nieuw, ja, boek, Rotterdam, Ode aan Inefficiëntie. Zeker, die, ja, dat is een goede schrijver. Ja. Jij vindt jezelf niet zo talig? Nou ja, talig. Ja, nou, ja, misschien, ja, ik kan wel, ik vind het debat interessant. Hmm. En dat vond ik al, ja, vanaf school ook, hè, de debattoernooien. En op de middelbare, of de, tijdens mijn studie gingen we ook naar Oxford en Cambridge om te debatteren. British Parliamentary Debate, dat vond ik machtig mooi. En de, ja, en de retoriek eigenlijk en de argumentatie. Nee, ja. En dan gaan we het over de wetenschap hebben. Het is natuurlijk, ja, toch wat ook, ja, onze voorzitter al zei. Hè, die zei van ja, het is natuurlijk toch zo dat de afgelopen jaren er steeds meer vragen bij de wetenschap zijn. Allerlei mensen die zeggen ja, wat is dat? Dat is ook maar een opvatting, hè, wetenschap. We hebben heel lang eigenlijk geloofd in een soort de onaantastbaarheid van de wetenschap. Jij bent wetenschapper, ja, en tegelijkertijd stel je daar ook hele kritische vragen bij. Kun je daar iets over zeggen? Wat is de, als wij nu niet meer geloven in de wetenschap, waar moeten we dan in geloven, Rosanne? Ja, nou, dat is mijn laatste boekje. Want er werd net in de inleiding ook al even gezegd van er is een vertrouwenscrisis in de overheid, in het bestuur. Ja. Maar we denken dat er een vertrouwenscrisis is in de wetenschap, maar die is er niet. Tenminste, als je het Rathenau Instituut doet hier onderzoek naar, hè, en die vraagt gewoon mensen, goh, geef een rapportcijfer en zet dat. Dus dan krijg je rechtspraak, politie, regering, vakbonden, media. En de wetenschap wint altijd. En de laatste peiling was in 2021. En toen won de wetenschap nog veel meer. Dus ik neem die peiling ook nooit mee. Omdat we toen in een situatie zaten waar we volledig afhankelijk waren van de wetenschap. Maar in die hele COVID-crisis, we hebben hier die Dirk Gommers ook gehad, was er natuurlijk wel degelijk een stroming in elk geval in onze samenleving die zei, ja, die wetenschap, dat zeggen ze wel, maar ja, zo. Zeker, hè? Maar waar ik me zo aan kan ergeren is dat deze mensen, deze stroming, heeft een enorme megafoon gekregen op sociale media. Dus wij horen die stroming ontzettend hard. Ja. Dat is ook het kwalijke aan Twitter, van het vervormt je beeld van Nederland, van andere mensen. Hm. En ik geef altijd als voorbeeld de antivaccinatiebeweging. Wij hebben, nou, hoe lang de iPhone bestaat, sinds 2007, 2009, zoiets. Dus echt massale en Facebook en grote desinformatiecampagne. Dus voor elke, ja, elk bericht van het RIVM of van de CEG's, van de consultatiebureaus, vind je iets van 6 nepnieuwsberichten over vaccinatie. Echt griezelige dingen. Dat als je het gaat, ja, lezen, dat je denkt, oh, ik hoop dat dit niet waar is. Want wat heeft dat met de vaccinatiegraad gedaan? In Nederland? We zitten op 94% voor de meeste, ja, vaccins. En dat is, het is zelfs een klein beetje hoger geworden. HPV was slecht, maar het is nieuw en lastig. Want je hebt het over SOA eigenlijk voor 11-jarigen. Moet je dan laten vaccineren? Dus het ligt gewoon gevoelig. Ja, als ik, nee, antivaccinatiebeweging zou zijn, zou ik zeggen, deze PR-campagne is compleet mislukt. We kunnen, ja, mensen niet overtuigen om niet te vaccineren. Ja. Met alle scares. En met COVID ook. Wij hebben die hele zomer van 2021 hebben wij zonder coronatoegangsbewijs gehad. Er was nog geen sprake van. Pas begin september. En als je naar de vaccinatiecurves kijkt in Frankrijk, Denemarken, Nederland. Als je dat vergelijkt, dan loopt het ongeveer gelijk. Behalve dat zij het deden met de coronatoegangsbewijs from the get-go. Frankrijk halverwege, ongeveer eind juli. Denemarken had meteen een coronatoegangsbewijs. Wij niet. Nee. En ondanks dat was het toch, die vaccinatiegraad heel hoog, zeg je. Dus in feite, meer dan 80%. Wetenschap won.
Juist. En mensen hebben zich... Het probleem is dat mensen de hele tijd denken dat iedereen zo weinig vertrouwen heeft en dat die vaccinaties allemaal zo eng zijn en zo. Hm. Ik spreek Jaap Goudsmit. Dat is tot op het hoogste niveau van de Europese Commissie heeft dat meegespeeld bij de aanschaf van vaccins. Van gaan mensen dat wel kopen of gaan mensen dat wel nemen? Ja. Zo'n adenovirus of een mRNA-vaccin. Ze hebben het gedaan, zeg je. Massaal. Ja. Tegelijkertijd nieuw vaccin, nieuw virus, nieuwe vaccintechnologie. Ja, tegelijkertijd dus wel in die kleine groep heeft wel een enorme stem. Ja. Waardoor er wel ook dingen loskomen. Ja. Er heel veel agressiviteit is ook naar wetenschappers toe. Dat moet je toch, bij Diederik Gommers stonden ze in de tuin. Enzovoort. Heeft zich heel bedreigd gevoeld, moest beveiligd worden. Ja. Of relativeer je dat ook? Zeg je van, dat valt allemaal eigenlijk wel reuze mee. Nee. Het is toch echt iets unieks. Dat hebben we toch eerder nog niet zo op die manier gekend. Nee, maar ja. Nee. De doodsbedreigingen zijn nieuw en het is heel ernstig voor... Ik begrijp dat Marion Koopmans hier ook te gast is geweest. Hm. Oh, wat zou ik haar graag een keer willen spreken, maar helaas. Dat is heel ernstig. En Mark van Rans is heel erg ernstig bedreigd geweest. Zo. Ja. Doodsbedreigingen zijn wel aan de orde van de dag. Hè? Dus iedereen smijt dingen op de mail, op de... Hm. Weet je, en bij de een is het ernstiger dan de ander. Ja, maar... Ja. Maar jij zegt, dus in feite, er is niet zoveel aan de hand. Ja. Die wetenschap staat nog steeds overeind. Nou, sterker nog, ik denk dat we te hoog vertrouwen in de wetenschap hebben. Precies, daar wou ik het over hebben. Ja. Waarom? Nou, omdat eigenlijk bij het leeglopen van de kerk, meer dan de helft van Nederland is momenteel tegenwoordig seculier. Rekent zich niet tot de religieuze stroming. Religie was lange tijd voor mensen was een autoriteit. Was iets waar je wijsheid van ontlenen. Een bron van kennis. Dat is weg. En je ziet nu dat wetenschap die plek inneemt. Maar jij zegt in je boekje, wetenschap is toch ook onze bron van kennis. Nee, en dat is een probleem, vind ik. Want mensen vertrouwen te veel op wetenschap. En met wetenschap kun je leren wat waar is. Je kunt echt... grote ontdekkingen doen en uitvinden hoe de wereld in elkaar zit. Maar je kunt ook je gelijk bewijzen ermee. En dat komt omdat het een hele flexibele methode is eigenlijk. Ik geef altijd als voorbeeld Coca-Cola. Die subsidieerde veel onderzoek naar de effecten van beweging op de gezondheid. Nou, bewegen is ontzettend goed voor de gezondheid, kwam daaruit. Minder Coca-Cola drinken ook. Maar dat kwam niet uit onderzoek, want dat was de vraag niet. Ja. Dus weet je kunt wetenschap zo manoeuvreren om jouw volledig irrationele beslissingen, leefstijl, opvoedstijl, onderwijs, geneeskunde, beleid, te motiveren vanuit de grote autoriteit wetenschap. En dat doen we hetzelfde met algoritmes. Nu ik denk in het stikstofdebat zie je dat... beslissing helemaal niet meer gemotiveerd hoeven te worden. Want je hebt Arius. Hm. En Arius wordt volledig misbruikt. Want het is gewoon een algoritme om depositie te berekenen. Maar wordt nu volledig uit de context getrokken om op de vierkante kilometer te bepalen wie er weg moet. Of er een vergunning moet verleend, worden verleend. Of hoe de natuur moet worden beschermd. Met andere woorden, Nederland, wij overvragen de wetenschap. Is dat het? Ja, we misbruiken de wetenschap. We misbruiken voor de wetenschap. En we leggen de wetenschap woorden in de mond. Het is net de Bijbel. We trekken het uit het verband voor slechte zaken. Of voor dingen waarvoor het niet bedoeld is. En hoe moeten we dat veranderen? Of hoe kunnen we daarmee omgaan? Of hoe moet je dat... Want dit signaleer je. Hè? Nou, ik vind het heel duidelijk. Mm-hmm. Maar hoe gaan we daarmee om? Want dus we moeten voortdurend veel kritischer kijken naar al die onderzoeken. Juist. Wie maken die onderzoeken? Wie subsidiëren die onderzoeken? Dus dat betekent dat de wetenschap eigenlijk haar werk niet echt goed doet. Zeker. Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk twee dingen. De mensen moeten weten en organisaties moeten weten dat wetenschap vaak niet betrouwbaar is. Dat zien we in de sociale psychologie, waar een paar van de belangrijkste studies, priming, ego-depletie, volledig onderuit zijn gehaald. Omdat de experimenten die werden gedaan gewoon niet dezelfde resultaten opleverden in een ander lab. Ja. Dan denk je, sociale psychologie, dit is hetzelfde in preklinisch kankeronderzoek. De NKI's,
misschien wel de hoogst aangeschreven wetenschap van de wereld. Maar ook voor machine learning, waar gewoon dezelfde algoritmes compleet iets anders opleveren en er geen transparantie is. Dus dat is één ding. Je moet weten dat de wetenschap soms wankelt, soms heel nuttig is, maar het is niet altijd te zeggen wat nou precies de waarheid oplevert. Ik ken weinig vakgebieden die niet ooit oversold zijn. Nou, dan heb ik afgelopen keer gezegd. De wetenschap is toe aan een vernieuwing. Ze moet veel kritischer naar zichzelf kijken. Die peer review, zeg je bijvoorbeeld, die, het is maar de vraag of dat nou echt zo werkt, dat we elkaars werk voortdurend gaan beoordelen. Ja. We zullen het anders moeten inrichten. Ja, meer delen en meer elkaar checken, dus elkaars experimenten nadoen. Dus bijvoorbeeld, wij vinden dat niet leuk als dat gebeurt, hè? Dus als je experimenten door een ander lab ook wordt gedaan, dat heet scoopen, hè? Dan word je gescoopt. Maar dan komt wel uit een ander lab hetzelfde resultaat. Maar er is een tweede ding wat ik belangrijk vind. Dat gaat niet alleen over de wetenschap kennen, de waarden en de zwaktes, maar ook jezelf kennen. En het feit dat je de wetenschap continu misbruikt om als bron van kennis, ik denk dat je moet realiseren dat je een heel irrationeel dier bent. Dat je heel irrationeel dier bent. Dat je, wij zijn irrationele diepste, dieren. Ja, ja. Wij zijn tot in ons diepste wezen gelovig. Dat geloof ik, dat denk ik echt. En als je niet in het ene gelooft, dan gaan we ergens anders in geloven. Wij leven met verhalen. Met verhalen. Ja. En dat je meerdere, dat het ook een kracht kan zijn. Want je kan meerdere bronnen van kennis gebruiken. Mijn moeder, kinderarts in het LMC, die zei altijd, wetenschap is één ding, maar het belangrijkste wat wij kinderartsen doen is een pluis-niet-pluisgevoel. Je kijkt naar zo'n kind en je denkt, hoe ziek ben jij nou? Ja. Dus intuïtie. Ja. Maar ook, we kunnen leren van onze voorvaderen. We kunnen leren uit de religie. We kunnen leren uit de teksten. We kunnen van elkaar ontzettend veel leren. We kunnen van leiders leren. We kunnen van influencers leren. We kunnen van, en dus je moet eigenlijk een hele gereedschapskist aan kennisgenererende bronnen van kennis. Ja. En wetenschap is daar één van. Dus er is natuurlijk altijd eindeloos geweest, ook met name ook in de kerk, hè? Tegenstelling tussen geloof en wetenschap. En jij zegt eigenlijk, ja, maar dat, die dingen die kun je helemaal niet los van elkaar maken. Nee. Nee. Rosanne Herzberger. Heel goed. We gaan luisteren naar Pianospel. Koen. En u heeft een vraag op uw kaartje geschreven, heel duidelijk, liefst één zin. Dan kan ik het makkelijk lezen en die kom ik dan even bij u ophalen nu, terwijl Koen aan het spelen is. Thank you.
Goed zo. Nou, heel stapeltje. Ik noem er maar een paar. Waarom is er geen kritische houding tegenover wetenschap in het geval van COVID? Vraagt iemand. Nou, die is er toch wel, dacht ik, hè? Maar, Hangt er heel erg vanaf wat deze persoon ermee bedoelt. Dus, ja. Dus gaat dit over vaccins, over werking van vaccins, over transmissie, over... Dus bijvoorbeeld, ik heb wel veel geschreven over het mondkapjesbeleid. Ja. Ook weer wonderlijk geval van wetenschappers die heel irrationeel zijn. In de hele wereld had je de Jaap van Dissels, die keken naar die literatuur om te bepalen of mondkapjes nou een belangrijk onderdeel moest zijn van de coronamaatregelen of niet. En heel toevallig was het alleen in Noordwest-Europa eigenlijk dat de Jaap van Dissels zeiden nee, terwijl in Zuidoost-Azië zeiden ze heel goed, werkt heel goed. En wat ook heel vervelend daarbij was, dat Maurice de Hond had gezegd dat het via aerosolen gaat. Precies, hele discussie. Ja. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft er 2 jaar over gedaan, zelf over gedaan, om te zeggen dat COVID airborne is. Of in ieder geval via hele kleine luchtdeeltjes zich verspreidt. Ik denk dat wij daar heel erg de plank hebben misgeslagen. En je moet bedenken dat de vroege maatregelen waren je handen wassen. Dat werkt heel afstand goed tegen... Afstand houden, anderhalve meter. Juist, maar handen wassen werkt heel goed tegen influenza. We hebben echt nauwelijks influenza gehad. Dus werkte? Niet. Niet tegen coronavirus. Niet tegen coronavirus. Want omdat het zoveel via de lucht gaat. Ja. Contactoppervlaktes. We hebben echt tot in den treuren. Je ziet bij Max hier nog steeds van die plexiglas dingen. Op Schiphol kun je nog eindeloos... Hier hebben we met doekjes elke keer de microfoon schoongemaakt. Ja, maar, zie je, mensen willen rituelen om iets te doen. En dit kon je doen. En het heeft niks geholpen. Die contactoppervlaktes. En dat kwam omdat de ziekenhuismicrobiologen, die hadden daar te veel te zeggen. En in het ziekenhuis heb je inderdaad antimicrobiële resistentie. Daar werkt contactoppervlakte schoonmaken heel goed. Daar heb je nauwelijks airborne virussen. Maar wat betekent airborne? Dat er veel meer verschillende wetenschappers om de tafel moeten gaan zitten? Dat we ons niet alleen maar moeten laten voorlichten door een heel bepaald soort. Hoe voorkom je dit nou? Ja. Ik bedoel, dit is nogal wat. Hè? Ja. Persconferenties, alles. Zeker. De hele samenleving moest ineens deze geboden gaan volgen. Ja, inderdaad, breder. Maar ook bij Marion Koopmans met het Pandemic Preparedness Plan. Daar zijn ze wel bezig bijvoorbeeld met vroeg experimenten kunnen doen waar dit nou uit zou blijken. En verder, kleine druppelfysiologie, fysica, daar moet gewoon meer geld naartoe. Dat moeten we beter begrijpen. Het andere was, blijf thuis bij klachten. Nou ja, we zaten in een pandemie omdat coronavirus presymptomatisch al je elkaar kon besmetten. Daarom zijn sommige virussen die blijven rondzingen, omdat ze je niet in bed leggen daarvoor al de besmettingen zijn. Of asymptomatisch. Dat volstaat ook niet. En dan 1,5 meter afstand houden. Ja, ga maar in een koor zingen en lekker galmen en lekker die aerosolen met elkaar delen. Ja, het is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Dit is nieuw. Er is een pandemie ineens. Ja. Dat kennen we helemaal niet. Ja. En de overheid moet iets. Die haalt wetenschappers erbij. En we moeten iets gaan doen. Ja. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Je kunt natuurlijk ook van een premier niet verwachten dat hij daar zich helemaal... Dat kan helemaal niet. Dus hij moet iets. Dat is natuurlijk toch ook in die zin wel een... Vind je niet? Zeker, met 50% van de kennis 100% van de beslissingen nemen. Ik denk dat ze... Dus, doen we dat niet heel vaak trouwens? Ja, maar... Zeker. Ja. In de wetenschap ook. Ja. Maar het is wel wonderlijk hoe wij het hebben aangepakt. Wat had anders gemoeten volgens jou? Als je nu even met terugwerkende... Wat had anders gemoeten? Bijvoorbeeld, 1 belangrijk ding... Nou ja, mondkapjes. We hadden in de eerste golf, en ik denk dat er heel veel meer mogelijk was geweest met mondkapjes. Dat is denk ik heel belangrijk geweest. Had je die 1,5 meter niet hoeven te hanteren bijvoorbeeld of zo? Dan had je heel veel transmissie voorkomen.
Dus ook in publieke ruimtes of in bijeenkomsten of in familiebijeenkomsten dien je niet. Dan had je misschien een begrafenis kunnen laten doorgaan. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ja. Dus we zijn te hard geweest voor de verpleeghuizen, dat was al bekend. We zijn te hard geweest voor de scholen, dat was ook al bekend. Ja. Dat was vanwege maatschappelijke onrust. Maar de meer nadruk op mondkapjes en minder op handen wassen. We gaan het onthouden. Heel dingen goed. Ontsmetten, ja. Want, dat is een van de dingen. Onze voorzitter zei dat het voorbij is. Nou, en testen, hè. Mag ik nog één ding zeggen? Testen. Ja, dat heeft mij ook heel erg... Daar heb ik ook een opiniestuk over geschreven op 20 maart. Daar werden mensen heel boos over. Ja. Met Kees Dekker trouwens, FC's Dekker uit Delft. Precies, zag ik staan voorbij komen. Ja. Ja. Dus wij zijn heel spaarzaam omgegaan met het grootschalig testen. En dat hadden we eerder moeten doen. En ja, als je in het begin een test, trace, isolate beleid had gevoerd, dan had je veel minder doden gehad. Ja. Ja, maar die waren er niet, hè, die testen. Dat was ook het probleem. Nee, ja, die waren er wel. Alleen de microbiologen kwamen wel op een gegeven moment met miljoenen tegelijk. Ja, maar testen waren er ook. Want je kan dit... Weet je, het grappige is dat de tropengeneeskunde, dus waar ze gewend zijn om te werken in schaarste, kunnen ze dit. Hebben ze allerlei protocollen waar ze gewoon studenten aan pipetteren zetten. En wij zitten maar te wachten tot Roche Diagnostics een cartridge gaat leveren voor de machine die we altijd gebruiken. We zaten heel erg vast in protocollen. In, hoe heet dat? Wat is die naam nou? De inspectie die blijft, die toeziet. Die maar zegt, we zijn natuurlijk heel bureaucratisch geland ook. Certificaten en zo. Ja, dus we konden heel weinig improviseren. En dat hadden we nodig. En dan had het makkelijk gekund. Ja. De vraag is hier van iemand uit de zaal die zegt, wat is nu eigenlijk waar? En waar is waar te vinden? Ja. Ik zet de joker in. Ja, ik ben echt te weinig filosofisch onderlegd om dat te zeggen. Dat vraagt om een heel filosofisch... Jij kunt hier beter wat over zeggen. Ja. Nou ja, dat is... Ik zou zeggen, als je vanuit het Hebreeuws, dan moet je het hebben... Het woord voor waarheid in het Hebreeuws is waarachtigheid. Hè? Emet gaat hier zeer over een soort aletheia-waarheid, een soort onaantastbare waarheid. Maar het gaat om, hoe ben je, hoe doe je? Dat is eigenlijk heel mooi. Dat is jouw traditie. Je weet er altijd meer van dan ik. Ja. Nee, ja. Veel mooier woord vind ik ook, waarachtigheid. Ja, dat is ook natuurlijk een vraag. Hè. Als bronnen elkaar nou voortdurend tegenspreken, hoe kom je dan verder? Ja, goeie vraag. Ja, andere wijsheid ergens vandaan halen. Sorry? Andere wijsheid ergens vandaan halen. Ja, ja. Ja. Dus proberen desnoods intuïtie, eerste idee of circumstantial. Dus in andere gebieden, wat is nog meer waar... een tunnelvisie eruit halen. Dus bijvoorbeeld, het gaat heel erg over de oorsprong van het virus. Dat laat mij niet los. Waar komt dat virus vandaan? En daar heb je de zoonose-theorie versus de labtheorie. In Rotterdam zeggen ze heel hard, nee, geen labtheorie. Vanaf heel het begin hebben ze gebeld naar de Amerikaanse virologen. Nee, labtheorie is niet mogelijk. Hun experimenten zijn direct afhankelijk van gain-of-function research. Hè. Dus ze willen absoluut geen... Ron Fouché en de... Ik weet niet of je hier iets van weet, maar... Daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Ja goed, ik maak me nog heel erg... Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik lees met veel interesse. En het zijn er zijn meerdere bronnen die elkaar vreselijk tegenspreken. Ja. En ik weet niet wat waar is. Maar het is wel ergens waar. Daar zit wel ergens waarheid in dat stuk. Ja, en dat is dus... Dus zou je zeggen dat misschien vanuit de wetenschap er ook daar meer aan gedaan zou moeten worden? Omdat mensen zeggen, ja, waar moeten we nou eigenlijk op vertrouwen? Die zegt dat en die zegt dit. Waar moet ik nou zijn? Ja, maar zo komen we ook verder, hè? Dus als je... Ja, neem de germ theory. Dus het idee... dat het leven altijd ergens uit voort moet komen. Maar ook het idee dat de bacteriën en de virussen je ziek maken. En niet slechte krachten of de wind of zoiets. Als je ziet wat Pasteur en Robert Koch allemaal hebben moeten doen... om die theorie te ontkrachten. Het is fascinerend om dat in de geschiedenis te volgen eigenlijk. Ja. En daar heeft één kant heel erg gelijk gekregen. Dus je zegt eigenlijk de dynamiek van de wetenschap is juist dit. En iemand zegt toch, pas je de wetenschap ook toe op het geloof? Wel aardige vraag eigenlijk. Lastig, hè? Dus, ja. Ik zoek.
als ik de wetenschap toe in het geloof. Ja, ik denk dat dat in die, laten we zeggen, meer christelijke traditie wel eindeloos gebeurd is. Want wij dachten op een gegeven moment natuurlijk dat iets pas waar is als dat wetenschappelijk verifieerbaar is. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar de Ark van Noach bijvoorbeeld. Hè? Dat soort dingen. Dus wij zijn dus... Hij ligt in Dordrecht volgens mij. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk de hele tijd zo geweest. Dus dat wij dus dat... De Bijbel moest kloppen. Ja. De ja. Bijbel moest wetenschappelijk kloppen. Ja. En als die niet zou kloppen. Maar ik denk niet dat in de Joodse traditie daar men zo aan hecht. Ik weet het niet. Ik las de biografie van Erasmus. En daar ging het ook heel erg over dat... hoe noem je dat ook weer? Nou goed, dit is niet een onderwerp waar ik... Nee, ik ga gewoon terug naar de wetenschap. Ik zet mijn joker in, sorry. Wat zeg ik tegen leerlingen, klas 3, VWO, over waartoe de universiteit eigenlijk opleidt? Ja, goede vraag. Waartoe leidt een universiteit op? Nou, officieel, volgens mij de meeste masters nog steeds om onderzoeker te worden. Nee, om onafhankelijk denker te worden, denk ik. En onafhankelijk te kunnen interpreteren, te kunnen lezen. En dan een PhD leidt je op om zelf onderzoek te doen. Dus ook zelf kennis te genereren. Hm. Dus ik denk, is dat een antwoord? Onafhankelijk kennis toepassen. Kennis toepassen, om zelfstandig te kunnen denken. Ja. Ik bedenk me ineens dat ik nog een vraag al van tevoren kreeg toegestopt. Zegt er, is dat goed? Iemand. Wie was de docent? Ja? Oké, gelukkig. Rijn, je moet me even helpen. Rijn Willems, die naam ken je misschien wel. De man van Shell. Oh ja. Zal ik hem even voorlezen, Rijn? Heel veel dank, zegt dan Rijn, aardig, voor meestal zeer heldere columns. Nou, komt hij natuurlijk. maar het ging even over de column van vorige week. Ja. Het trof mij echter dat u of de koppenmaker spreekt over klimaatkolder van gladde CEO's. Mm-mm. En mijn vraag aan u, als u dit vindt van Tata, Shell en Doe, dat zij aan greenwashing doen. Wat moeten zij dan anders doen eigenlijk? Zeg ik het zo goed, Rijn? Ja, zoiets. Dus dat is even een regelrechte vraag op naar aanleiding van een column. Ja, die column dat was naar aanleiding van de bijeenkomst van de ISPT. Dus dat is de waar jij was, waar jij bij was. Ja. Ik heb daar heel veel geleerd en gelezen. En ja, de schrik sloeg mij om het hart. En dat zal ik gewoon eerlijk zeggen. Dat bijvoorbeeld waterstof, dat hele basale optelsommen van hoeveel hebben we nodig. Maar ook energie, die 75 gigawatt aan wind op zee die er komt in 2050, dat die al 3 keer is uitgegeven. Circulaire koolstof, daar hebben we gewoon niet genoeg van, zeg maar, voor de plannen die er liggen. En dan ga ik gewoon eerlijk zeggen, ook nu in Sharm el-Sheikh, de fossiele lobby die als een paard achter de wagen hangt. Die echt probeert langzamer, het moet langzamer en het moet langzamer. Terwijl als we de klimaatwetenschap, en dan zeg ik even met één bron van kennis, daar even bij nemen, is als we langzamer gaan, dat we de 1,5 graad opwarming niet meer niet halen. Hè, dat we de uitstoot niet piekt voor 2030, maar dat dat nog doorgroeit. En ja, als je serieus neemt wat de wetenschap, en hier vertrouw ik meer op de wetenschap, moet ik zeggen, omdat het van zo'n divers palet aan vakgebieden komt, die niet per se communicerende vaten zijn, dat wij daarmee een groot probleem krijgen op deze aarde. En niet zo, dat soort apocalyptische ideeën dat we dan allemaal eraan gaan. Ondergaan, die planeet kan het verder ook helemaal niks schelen wat er gebeurt natuurlijk. Maar met hele grote immigratiestromen, grote delen van de kust, van Afrika, van Zuid-Europa, die niet meer bewoonbaar zijn, waar niet genoeg water is en zo. En dat soort, we weten dat het een tot het ander leidt. Tot nu toe komen de klimaatmodellen redelijk goed uit. Sterker, het is iets ernstiger dan we hopen. Meneer schudt van nee. Maar dus ik neem dit heel serieus. En, want wat vind je van het klimaatakkoord nu, wat daar uitgekomen is? Ja, ik denk dat dat teleurstellend is. Ja. Tenminste, ik ga daarin eigenlijk met Frans Timmermans en Diederik Samson mee. Als in, ik vind dat wel geloofwaardig wat zij doen. En ik heb ook goede contacten met Marjan Minnesma en ik leer veel van Urgenda.
En zoals u misschien denkt, dat zijn die activisten die allemaal die vervelende rechtszaken aanspannen. Dat is een hele constructieve club die één keer een rechtszaak heeft aangespannen om de staat te houden aan de reductie. 25% in 2020, dat haalden ze dus vanwege corona. Goed, in 2021 was het weer terug bij af. Ja, precies. En ik zie de fossiele bedrijven als een paard achter de wagen. En ik weet ook dat daar een transitie... Die is er Shell, wel bezig ook, binnen Shell natuurlijk. Juist, Shell heeft gezegd 2050 zijn ze neutraal. In 2030 zit er al 50% reductie in, conform het standaardpad. Maar het gaat niet snel genoeg. Hmm. En weet je, de grote waterstoffabriek komt eraan op de Maasvlakte. Dat is een mooie stap, maar het is een eerste stap. En als je ziet hoe lang Shell eigenlijk al een beter door had dan veel van de klimaatwetenschappers, wat er echt speelde. Terwijl er een CEO is die 30 miljard winst heeft uitgekeerd aan de personeelsleden en aan de aandeelhouders, met zo'n opgave die er ligt. Als je ook ziet dat Ben van Beurden nog steeds zegt, we moeten doorgaan met boren en we moeten meer fossiele bronnen uit de grond halen. Nou, het is het standaard praatje. U heeft het vast al 10 keer gehoord. Maar ja, ik maak me daar zeer zorgen over. We kunnen daar misschien bij de wijn nog. En het andere is dus dat de ambities die zijn uitgesproken, dat ik niet, en zeker bij Tata en bij een aantal andere industrieën, niet de plannen zie, en Marjan Minnesma ook niet, concrete, realistische plannen om die te bereiken. En daar maak ik me zorgen over. We moeten nu wel heel erg vertrouwen. We moeten heel erg vertrouwen op wat jullie doen. En ik weet niet of de resultaten uit het verleden daar aanleiding toe geven. Nou, helder, Rijn. Niet goed. overigens natuurlijk wel interessant dat dan vandaag of gisteren er dan zo'n partijcongres is van de VVD. En dan Rutte zijn achterban toezegt dat hij de asielinstroom zal beperken gezien wat er nu allemaal gaande is, ook op klimaatgebied. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja. Het is jouw partij, toch? Of niet? Nee, niet meer. Oh, nee. Maar heb ik even geen mening over. Nee. Nee, nou, volgens mij heb je daar wel een mening over. Maar heel goed. Er is nog iemand die zegt, kijk, er zijn voortdurend wetenschappers die zich ook politiek manifesteren. Met advertenties en demonstraties en publicaties. Wat vind je daarvan, is de vraag. Heel goed. Het zijn net mensen. Dus het zijn vaak slimme mensen. Mm-hmm. De vraag is eigenlijk, waarom zien we nooit mensen uit het bedrijfsleven zich vaker politiek manifesteren, zich harder praten in het politieke gesprek op hun onderwerp. Dus ik zie bijvoorbeeld vanuit mijn studie biotechnologie in Delft, of Life Science and Technology Leiden-Delft, zie ik heel veel mensen in de industrie verdwijnen. Als ik die persoonlijk spreek, hebben ze super interessante inhoudelijke bijdrages aan de grote debatten van deze tijd vanuit hun expertise, vanuit hun vakgebied. Maar je hoort ze nooit. En hoe komt dat? Nou, ze zitten vast in een centrale communicatiestrategie. Ja. Dus ze mogen niet. Nee, en ze durven niet. Of ze durven niet, dat kan ook. Dus kijk, ik ben voor in een politiek debat, het publieke debat vind ik, meer is beter. Dan hoef je niet eens enorm veel. Ik wil dat meer mensen meedoen aan dat debat. Ik wil dat het verbreedt. Ik mis inzichten. Ik mis Shell bijvoorbeeld heel erg. Medewerkers, hè? Niet de communicatiemensen of de politieke afdeling, maar gewoon de mensen die er werken. Ik hoor ze, ik spreek ze, mijn vrienden, maar ik mis in het publieke domein. En dat geldt voor chemici, dat geldt voor biologen. Dus nee, ik heb daar geen enkel probleem mee. En kom maar op, laat je maar horen. En heel goed als wetenschappers meedoen. Als ze maar niet zeggen, ik heb gelijk want ik ben wetenschapper. En vertrouw jij soms niet op de wetenschap. Dus als je bijvoorbeeld een wetenschapper minister van OCW maakt, of minister van VWS. Ja. Ja. En dat boven Erwin Dorens dan gaat zeggen, jeetje, eminentie, wat ontzettend intelligent, zeg, wat u allemaal zegt. En dat er vervolgens geen kritische vraag meer wordt gesteld in de talkshows. Want wie denk je wel niet dat je bent dat je tegen een groot gevaar natuurlijk. Ja. Ja, dus dat is het probleem. Dus dat er nog te veel gewicht aan hangt. Dus ik juich het toe als ze meedoen in het debat, maar ze moeten keihard worden aangevallen.
kunnen worden aangevallen. Agree to disagree. We hebben elkaar hard nodig om verder te komen. Ja. Helder. Ik praat heel lang, hè? We gaan naar een afronding toe en dan kunnen we daarna nog, als je wilt. Ik heb nog een heleboel, maar het zijn wel een beetje de vragen die wat in dezelfde richting wijzen. En anders geef ik ze mee, of kunt u in de afloop nog eventjes met Rosanna spreken. Ik heb jou gevraagd op het laatste moment. Ja. Om nog een tekst mee te nemen. Om ons iets mee te geven. We zitten niet voor niks in de kerk, Rosanne. Dus het is toch, wij willen altijd iets meekrijgen. Dus wat heb jij ons mee te geven? Nou, ik kom op het laatste moment. Het is echt een minuut voordat we dat werkt het best. Dus ik heb het heel snel overgeschreven. En het gaat over specialiseren. Want ik maak me zorgen over de eindeloze specialisering eigenlijk. Je hebt in het ziekenhuis, het grapje is of er ook een linkeroorchirurg is. En dat iemand ook echt moest kijken van, ik hoop dat specialisme niet echt bestaat. Maar ook in de biologie, dat ik als studenten zie ik een bepaalde richting ingaan. En dan stage, na PhD, na postdoc in diezelfde, in het warme bad blijven zitten. Ja. En ik denk dat het onze opdracht is om ons telkens uit het warme bad te tillen. En over het hekje naar de buren te springen en daar iets nieuws te leren. Ik kan u ook alle aanraden om het boek Range van David Epstein te lezen. Het is een van de belangrijkste boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen. En dat gaat over hoe je wint bij generaliseren. Hoe generalisten de wereld hebben. En hoe je met verschillende inzichten van verschillende vakgebieden juist tot grote dingen komt. En daar is een quote, en dit moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik van mijn zus. En dat is net zo'n generalist als ik. Ook al hou ik heel erg van het amylopulinase van Gardnerella vaginalis, daar weet ik alles van. Maar ik vind het ook leuk om het zelf dan weer uit het warme bad te tillen. En dit is van Robert Heinlein. Hij is eigenlijk het godfather van de science fiction, Amerikaanse science fiction auteur. En die schrijft over de competent man, en dat is fictie allemaal. Maar hij schrijft a human being over a competent man of woman. A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, con a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders and give orders, cooperate but also act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, and die gallantly. Specialization is for insects. Kijk, geweldig, fantastisch. Ja, wat een takenpakket. Zeker. Geweldig. Als we dat toch eens kunnen, allemaal, tegelijk. Ja. Rosanna Hersberger, wat fijn dat je hier was. Zoals gezegd, hartelijk welkom voor een glas wijn in de warme kapel. Denk ook nog even aan de mandjes. En hartelijk welkom 11 december bij Esther van Venema, die hier komt spreken over haar boek Het Verlaten Individu. Dank dat u er was. Graag tot de volgende keer. Koen, graag aan jou.